We laten een steen ronddraaien aan een touw van 1,5 meter lang. We tellen 20 keer rond en dat duurt op zich 10 seconden. We vragen hier om de frequentie, de hoeksnelheid, de omtreksnelheid en de centripetale versnelling te berekenen. Eerst even ons gegeven verzamelen. Het is een cirkelvormige beweging. We laten een steen ronddraaien aan een touw en de touw heeft een lengte van 1,5 meter. Of een straal van 1,5 meter heeft de cirkelvormige beweging. Men geeft ons ook de periode, namelijk 10 seconden gedeeld door 20 bewegingen of 20 toeren. Dat betekent dus een halve seconde duurt 1 toer of 1 keer volledig rond. En wat men ons vraagt is de frequentie, de hoeksnelheid, de omtreksnelheid en de centripetale versnelling. Dat gaan we even doen. De frequentie is 1 gedeeld door de periode. 1 gedeeld door 0,5 is dus 2 hertz. De hoeksnelheid is 2 maal pi maal de frequentie. Is dus 2 maal pi maal 2, is 4 keer pi, is 12,56 radialen per seconde. Men vraagt ons de omtreksnelheid. De omtreksnelheid is de hoeksnelheid maal de straal, is dus die 12,56 maal een straal van 1,5, dat levert ons 18,8 meter per seconde op. En de centripetale versnelling is de snelheid in het kwadraat gedeeld door de straal, is dus die 18,8 in het kwadraat gedeeld door 1,5, dat levert ons een versnelling op van 236,9 meter per seconde kwadraat. Dus het moeilijkste hier is de gegevens verzamelen. Men zegt 20 keer ronddraaien duurt 10 seconden. Ja, dan weet je ook dat 1 keer ronddraaien een halve seconde duurt. Je zou dit ook op een andere manier kunnen oplossen. Je zou kunnen zeggen de frequentie is 20 toeren op 10 seconden. Dat is dus 2 toeren per seconde of 2 hertz. En die hebben we hier berekend. Dus dat is een andere manier om deze oefening op te lossen.